Inmiddels een kleine week dat de noodverordening van kracht is. Dat er de mogelijkheid is om boetes uit te delen aan mensen die zich niet houden aan de coronaregels. In welke mate is dat gebeurd? Dat is in het afgelopen weekend op een paar plekken gebeurd. We proberen zoveel mogelijk mensen aan te spreken op hun verkeerde gedrag. De persoonsgerichte benadering, zoals we dat noemen. Om te voorkomen dat we bijvoorbeeld een park af zouden moeten sluiten. En daarmee de goede onder de kwade laten leiden. We hebben het rond het Heempark, bij het Zeeslootgebied, zijn een aantal vernielingen geweest. En was een groep jongeren vervelend aanwezig. Daar hebben we ook een keer een boete uitgedeeld. Ik weet dat er in een woning in Boskoop meer mensen feest aan het vieren waren dan volgens de richtlijnen mocht. Daar heeft de politie waarschuwend opgetreden. En zo zijn er een paar plekken meer waarvan je denkt van zo hebben we het nou net niet met elkaar afgesproken. En waren dat dan ook zogeheten scheid aan coronafeestjes of waren het andere gelegenheden? Zo zou ik het niet willen noemen. Het was in ieder geval te gezellig met te veel mensen in die woning. En dat was vrij snel over toen de politie daar aan de deur is geweest. En sommigen is het ook zo dat wijkagenten, en ook dat is wat mij betreft een heel goed initiatief, op het moment dat ze de identiteit van die jonge mensen kennen, naar het woonadres van die jonge mensen gaan en ook met de ouders het gesprek voeren van weet waar uw zoon of dochter rondhangt. En ik denk dat heel veel pubers het niet zo fijn vinden als de wijkagent bij hen thuis voor de deur staat en ouders vertelt waar zoon of dochterlief mee bezig is. Dat zijn toch de confrontaties die heel veel pubers liever niet zouden willen. En we weten met z'n allen dat je corona kunt killen door slimmer te chillen. Dus laten ze zich toch alsjeblieft ook aan die regels houden. Zaterdagmarkten? Die waren een stuk rustiger dan het weekend daarvoor. Ik heb van heel veel marktkoopmannen de vraag gekregen: hoe vindt u dat we het doen, burgemeester? Hulde. Ik heb een aantal keren ook bij de diverse kramen in de rij gestaan. Om op anderhalve meter afstand netjes te wachten totdat ik aan de beurt was. En je zag dat door alleen de foodkramen op de markten toe te laten, er gewoon meer ruimte is tussen de markten. En tussen de marktkramen moet ik zeggen. En dat het nu eigenlijk zonder problemen is verlopen. Dus kunnen die doorgaan, in ieder geval tot en met 28 maart. Want tot dan gelden de nieuwe maatregelen die nog gisteravond zijn afgekondigd. Wat betekent het concreet voor de gemeente Alphen en voor u als burgemeester? Nou, dat er toch ook nog weer dat we in de eerste plaats een stevige marathon aan het lopen zijn met z'n allen, waar het uithoudingsvermogen van iedereen op de proef wordt gesteld. Want scholen blijven langer dicht. Dat is een aanslag voor sommige ouders die naast het thuiswerken toch ook nog de kinderen in het oog moeten houden. Soms ook een beetje als juf of meester bij hebben moeten leren. Het betekent nog steeds dat sportverenigingen niet kunnen doen wat ze graag willen doen. Dat de horeca langer dicht blijft. Dus dat heel veel ondernemers langer en met een onzeker perspectief worden geconfronteerd. En dat dus de zorgen daar eerder groter dan kleiner worden. Er komt ook nog iets bij. Want we gaan de periode tegemoet van lange weekenden, vrije dagen, paasweekend, de meivakantie. En op landelijk niveau is afgesproken dat we eigenlijk dat vakantieverkeer moeten gaan ontmoedigen. Dat hebt u de minister-president vast ook horen zeggen. Ga nou niet massaal allemaal een meivakantie boeken. Ga nou niet allemaal massaal in dat paasweekend denken dat je gezellig op vakantie kunt. Want dat is op die plekken waar mensen willen gaan recreëren toch weer een mogelijke ontmoeting. Samenscholingsverbod geldt nog steeds. Dus dat is wel de uitnodiging aan mensen om toch zoveel mogelijk thuis te blijven. Sanitaire voorzieningen op campings of op andere plekken worden ook afgesloten, omdat daar de hygiënemaatregelen die nodig zijn niet getroffen kunnen worden. En ook de nachtrecreatie, dus het gaan kamperen of in een bed and breakfast gaan logeren, wordt onmogelijk. Dus dat betekent?
Voor de gemeente Alphen concreet? Dat betekent dat wij met de recreatievoorzieningen die we in onze gemeente hebben en de ondernemers in gesprek gaan. Dat bijvoorbeeld aan de jachthaven wel de vaste ligplaatsen bezet kunnen blijven, maar dat er geen passanten bij komen. Dat betekent dat de sanitaire voorzieningen in het Zegerslootgebied niet meer toegankelijk zullen zijn. En dat degenen die een vaste standplaats hebben, bijvoorbeeld in het kamperen bij de boer, daar gebruik van kunnen blijven maken. Maar dat ook daar passanten niet welkom zullen zijn.